Het lastige van muziektheater is dat je altijd heel goed kan formuleren wat het niet is. Het is geen opera, het is geen musical. Het is heel erg juist het combineren van de ambachten. Het is echt voor een deel echt muziekgericht en voor een deel ook echt op theater gericht. Maar wat het vak muziektheater voor mij interessant maakt is hoe ga je die twee combineren en daarmee een nieuwe dimensie geven. Het is heel erg zoeken naar de manier waarop je ze kan vervlechten en daarmee nog beter iets duidelijk kan maken op de vloer. Dat betekent ook eigenlijk niet dat we iedereen in een mal gaan gieten. Maar dat we kijken hoe kunnen we hun makerschap en hun creativiteit, hun eigenheid helemaal tot bloei brengen. Wij beginnen met 12 mensen in jaar 1. En jaar 1 is ook voor ons een verlengde auditie. Dus we bekijken heel erg in jaar 1. De student staat centraal. Hebben wij deze student met die ambities en die interesses en competenties genoeg te bieden? Het is een hele kleine opleiding eigenlijk. En er is heel veel individuele aandacht. Dus er wordt voor iedereen ook wel echt een persoonlijk plan gemaakt en een persoonlijk traject gemaakt. En ook gekeken van nou, wat heb jij nodig en wat moet jij ontwikkelen. En daar wordt dan in de lessen ook echt wel naar gekeken en op aangepast. De toelating was doodeng, maar als ik iemand erover hoor praten van goh, ik zou misschien wel auditie willen doen, maar ik ben mogelijk niet meer toegelaten, dan denk ik ja, de enige manier hoe je überhaupt aangenomen kan worden is om er gewoon vol in te gaan en niet bang te zijn. Je komt echt binnen in een ruimte en er zitten de leraren achter een tafeltje en ze zijn allemaal heel aardig natuurlijk, maar het is wel streng en officieel. Maar ze kunnen wel door je zenuwen heen kijken. Als jij het in je hebt, dan gaan ze dat wel zien ofzo. En dat was voor mij een hele geruststellende gedachte. We hebben lessen zowel hier beneden in de theaterafdeling, omdat we theaterlessen hebben, bewegingslessen. Nou, dan heb je danslokalen nodig, grote lokalen nodig. Maar er zijn mensen die een hoofdvak hebben met gitaar of viool. Nou, die hebben dan boven studio's waar ze één op één met een docent kunnen werken. Ja, wij zijn eigenlijk een mooi voorbeeld van een interdisciplinaire opleiding. Nou, wij zoeken vooral makers, hè? Dus mensen die hun eigen repertoire willen maken. Anders dan bij een acteur die zich verhoudt tot bestaand repertoire, ontwikkelen wij ons eigen repertoire. Maar mensen die dat kunstenaarschap interessant vinden. En verder hele theatraal ingestelde muzikanten. Bij ons op de opleiding mag je echt je eigen verhaal vertellen op de vloer. En dat vind ik, dan ben ik echt op mijn plek. Omdat ik dan de volledige artistieke vrijheid ervaar om te doen wat ik wil en wat ik tof vind. En de wereld te vertellen wat ik te vertellen. Wacht even hoor. Doei! Doei! Zoiets.